4 juli! Yeah, 4 juli! The 4th of July! 4 juli, de dag dat! Ja, wat is dat voor een dag? Nou, we beginnen meteen maar met Amerika, hè? The 4th of July! In 1776. Uitroeping van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring door het Nationaal Congres. Zo, hele mond vol. Ja, kijk, dat hebben ze toen getekend. Dat is de Declaration of Independence. Die is samengesteld door Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman en Robert Livingston. Die hebben dat allemaal op zitten schrijven. Nee, dat is trouwens niet waar. Nee, ze konden allemaal niet... Oké, leuk, nu hebben we dit bedacht. Hè? De Declaration, maar wie schrijft het op? Benjamin, jij met je hanenpoten, dat ziet er niet uit. Ja, ik heb er geen zin in. Roger, kinderhandschrift. Ja, wie schrijft er mooi? Timothy. Matlock, dat was ook een politicus toen. Die hebben ze toen geroepen. Al jij Tim eventjes. Tim, kom, kan je dit even netjes op papier zetten? Netjes, hè? Dat is belangrijk. Netjes. Daar staan ze. Daar staan die vijf jongens. Wordt elke dag gevierd. Of nee, het wordt helemaal niet elke dag gevierd. Op deze dag wordt het gevierd. The 4th of July. Independence Day. Die zijn er nog niet uit. Amerika is er al een tijdje uit. Maar dus, in 1972, Noord- en Zuid-Korea starten onderhandelingen met als uiteindelijke doel de hereniging van Korea. Dat was in 1972. Ja, jongens. Beetje tempo erachter, hè? Ja, dat is nog niet goed tussen die twee. Nee, daar is hij. Arjen Robben met zijn kale bats. 4 juli 2019. Ik stop ermee. Nou, heeft hij nog een jaartje volgehouden, hè? Ik ga weer voetballen. Ja, alleen maar leuk, hoor. Bij Groningen. Hebben we nog niet gehoord? Ja, hij gaat weer naar Groningen. Zijn oude clubpie. Alleen maar leuk. Heerlijk, man. Hopen dat hij zijn blessures, hè? Man van glas. Man of glass, niet van staal, nee. Tik, au, ja. Maar ja, als hij speelde, dan ging hij ook meteen voor 900%, hè. Arjen Robben, heerlijk. Nou, laten we hopen, hè. Hou je enkeltjes heel, vriend. Wat is dit? Au. Ja, dit is de Pathfinder. Dan gaan ze naar Mars in 1997. Kijk, hier, daar staat hij, op Mars. Oké, wie heeft die foto gemaakt dan? Bill Withers. Hier, Bill Withers. Wat een blij ei, man. Schijnt nog eens een lul geweest te zijn, hè? Zagrijnige... Ja. Hey, zijn die mijn teksten? Ik ken hem niet. 82 jaar geworden. Overleden in 2020, dit jaar. Zullen we een liedje van je draaien? Vind je dat goed? Nee, dat vind ik niet. Zo was hij dus. Nee. Au. En dan zie je hem hier lachen. Voor de foto, hè? Foto. Lean on me when you're not strong. And I'll be your friend. I'll help you carry on. I'm a brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear, that you can carry. I'm right up the road. I share your load. If you just call me. Ja, dat is Bill. Bill. Bill Withers, lekker hoor. Oh ja, is niet meer. Maar ja, 82 jaar geworden. Overleden dit jaar nog. 2020. Met zijn pretback. Terwijl het eigenlijk een zagrijnige lul was. Maar ja. Hey, van horen zeggen, hè? Van horen zeggen. Nou ja, Ria. Ria Bremer. Gefeliciteerd. 81 jaar geworden. Ik zag je naam staan. Ik denk, hey, Ria Bremer. Toen zag ik die foto. Toen dacht ik van, ja, ken je eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je hebt zo'n bekende naam. Ria Bremer. Ik had ook geen zin om je op te zoeken. Ria Bremer. Nou ja, je bent jarig. Hey, meid. Van harte. 81 jaar geworden. Ken hem net, hè? Nou, zet hem op. 80 jaar geworden. Tony Eijk. Ja, Nederlands pianist en componist. 80 jaar geworden. Ja, dit is het, Tony. Kijk, dit is Tony nu. Nog steeds een lekkere pretback, hè? Ja, waar we Tony echt van kennen.
Ja, Studio Sport! Tuurlijk, er is iedereen groot mee geworden met deze tune. Ja, als je een beetje sportief bent, hè. Dat is Donnie! Donnie Eijk! Even kijken. Op 3 juli sprak hij zijn laatste woorden. Hij zou gevraagd hebben... Is het al de vierde? Hem werd geantwoord dat het al snel de vierde zou zijn, waarop hij in slaap viel. En de volgende dag, op de vierde, in de middag, is hij overleden. Op dezelfde dag overleed voorganger en voormalig politiek rival John Adams op 90-jarige leeftijd. En dan denk je, nou, goede timing van die knakkers hoor. En dan hebben we nog een president, James Monroe, en die is in 1831 overleden op de 4th of July. Ook weer zo'n goede timing. Of goede timing, ja, in hoeverre je... Ja, of je moet heel lang rekken. Is het al de vierde? Ja, bijna. Hou ik nog heel even vol. Of je voelt je redelijk. En je denkt van, nou, ik ga nog een halfjaartje mee, denk ik. Ja, wat moet je dan op de vierde, hè? 52 jaar is hij maar geworden. Cultheld. Kijk, daar staat hij, Bob Ross. En daar begon hij. Met zo'n wit doek. En dan ben je hier. En dan op, en een beetje vanilla, purple. Dat je echt dacht van, hè? Vanille purple? Wat is dat voor kleur? Maakt het niet uit voor Bob. Nee, joh. Wop. En dan deed hij... En dan dacht je van, hé, wat wordt dat dan? En dan op het eind zag je het nog niet. En dan deed hij... En dan was het een rivier. Met hertjes en een berg. En altijd een berg. Altijd een berg. Bob was gek op bergen. Wie is deze beer? Dit is Barry. Barry de Wit. Barry White. 58 jaar geworden. Overleden in 2003. Doe je Barry aan, dan weet je hoe laat het is. Dan wordt er ge... En dan ging je schoen. En dan ging je shirtje. Ben je haartje los? Heb je ook niet meer nodig? Slippies door de kamer. En let's get it on. Ja, dat is Barry. Barry White. Verantwoordelijk voor de overbevolking. Was er weer. De dag dat. Abonneer je. Arrivederci. Bis morgen.